Welkom bij de podcast Growing Through Music. Ik ben Hanne de Nijre, impactcomponist en auteur van het boek waar we vandaag uitputten. In dit boek neem ik je mee op een reis door mijn leven, waar muziek een centrale rol speelt in mijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Kracht van creatie. Wie mij kent zal het niet verwonderen dat ik de kracht van creatie als eerste vermeld bij een methodiek die Children of Composers heet. Creatie is de basis van mijn visie, van het leven. Het is de basis van denken en zijn. Dankzij creatie is mijn jeugd draaglijk geworden en heb ik dagelijks mijn verhaal geschreven tot wie ik nu ben en wil zijn. De impact van creatiekracht is wat ik jou toewens. Ik geloof dat wij mensen het gelukkigst worden als wij kunnen creëren. De een doet dat professioneel, de ander in minder zichtbare mate. Maar iedereen krijgt voldoening als hij of zij iets maakt van zichzelf, uit zichzelf, voor zichzelf. Dit creëren staat centraal bij Children of Composers. Wie ben jij? Wat heb jij te delen met de wereld? Met Children of Composers laten we niet alleen de leerlingmuzikus creëren, ook de meestermuzikus. Hij of zij wordt gestimuleerd om zichzelf heruit te vinden, elke les, elk avontuur. Zo wordt muzieklesgeven een constant creatief leer- en ontdekkingstraject. Alles begint bij jezelf. Jij hebt bestaansrecht en bestaansverantwoordelijkheid. Lesgeven is geen eenrichtingsverkeer, maar een verbinding, positief of negatief. Bij elk contact ontstaat er iets, tussen de mensen en door de mensen. Het is dus belangrijk om open te staan voor wat er is of kan zijn. De kwaliteit van verbinding is recht evenredig met het niveau van bewustzijn. In 2008 volgde ik mijn eerste training mindfulness bij Virginie van Dalen. Het was een bevestiging van mijn levensstijl, want bijna elke opdracht die we moesten doen was een herhaling van hoe ik dagelijks rondliep en de wereld beleefde. Ik vond het fijn te horen dat dit oké was, want ik had opgemerkt dat niet iedereen rondom mij zo bewust en met aandacht voelt en leeft. Dit is dus ook een deel van onze werkwijze. Mindful in je les staan. In eerste instantie kan je opmerken wat er gebeurt. Vervolgens ga je ervaren wat de situatie met je doet. Als je die houding en tijd hebt genomen, kan je bewust reageren en kiezen welke weg je in je les uitgaat. Zo stimuleer je authentieke wisselwerking en oprechte creativiteit. Mensen zijn gewoontebeesten. We zitten gevangen in onze patronen. Die patronen merkte ik als kind op bij volwassenen rondom mij. Ik zag de voordelen, maar ook de beperking daarvan op hun geest en hun gedrag. Wat zijn jouw gewoontes? Dragen deze gewoontes bij tot een betere versie van jezelf? Welke gewoontes en patronen hanteer je als je lesgeeft of musiceert?